Het kozijn is nu helemaal geplaatst en we gaan nu aan de afwerking beginnen. Hier zie je aan de binnenkant nog het stelkozijn zitten. Wij werken met een voorbouwclip. Dat is eigenlijk een U-profiel dat aan het kozijn vastzit, waar we heel makkelijk een stukje afwerking in kunnen steken. Een stukje gipsplaat of iets anders. Dus nou gaan we dit afwerken naar de muur toe. We zien hier het compriband wat al uitgezet is en dat maakt het helemaal toch dicht. We gaan dit ook nog afkitten, deze naad. Hier tussen het kozijn hebben we aan de andere kant hier compriband gedaan en deze wordt nog afgeput en dan gaan we er een hoek omheen zetten. Maar we beginnen als eerste met de vensterbank. We gaan eerst zorgen dat dit helemaal waterpas is. We zien hier al dat de muur scheef loopt, dus dat zullen we helemaal moeten pasvoegen. De vensterbank gaat in ieder geval van muur tot muur lopen, dat is de wens van de klant. We gaan nu tussen het stelkozijn en de muur toch nog afkitten, ondanks dat er een compriband zit. We willen daar gewoon geen lucht of water doorheen hebben. En daarbij is het natuurlijk belangrijk dat je over de hele lengte in de hoeken, aan de onderkant, alles helemaal goed dichtzet. We doen dotten kit. Dat doen we bewust dat we geen strepen trekken. Want als de vensterbank er ooit weer uit moet, dan kun je aan de onderkant het mes er doorheen halen en de dotten doorsnijden. Wat zit erin? Ook aan de bovenkant zit een compriband, maar ook hier purren we om de luchtdichtheid 100% te garanderen. We tikken hem in en hij knelt zichzelf. De afwerking wordt vanaf de vensterbank tot tegen de bovenkant van de afwerking aangemeten. Dat is als het goed is aan beide kanten even hoog en dan kunnen ze die ook gaan zagen. Deze kitten we nu af met stucosiel, omdat de muren ook een soort granol hebben. Dan blijft dat een beetje hetzelfde en is ook overschilderbaar. En anders gebruiken we een acrylaatkit. Let er ook op dat je niet te dun kit. De kit moet hier aan drie kanten hechten. En ieder materiaal hecht op een andere manier, dus door dikker te kitten kun je zo direct opvangen. De vensterbank mag nooit strak tegen het kozijn aankomen in verband met kraakgeluiden, omdat het een ander soort kunststof is. Hier zul je 3 à 4 mm ruimte tussen moeten laten. Dan moet je er eerst primer op smeren om een juiste hechting te krijgen en pas daarna kun je dik gaan kitten. En zo ziet het eindresultaat eruit.